De SP in Almere wil meer groenstroken in de stad om verzakkingen tegen te gaan. Ook moeten inwoners geïnformeerd worden over de schadelijke gevolgen van het ophogen en betegelen van hun tuin. De partij dient daarvoor donderdagavond een amendement in op de politieke markt. En volgens de SP staat bodemdaling wel benoemd in de visie openbare ruimte, maar niet in het raadsvoorstel daarover. We praten erover verder met fractieassistent Eybert Draaisma. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom moet de bodemdaling ook in het raadsvoorstel worden opgenomen, terwijl dat al in een visie staat? Nou, in het raadsvoorstel is een soort samenvatting van de visie. En het is opvallend dat juist de bodemdaling helemaal niet genoemd wordt in het raadsvoorstel. En ons amendement is gericht niet zozeer op de visie, maar op het raadsvoorstel. Daar staan de beslispunten in die voor de komende jaren het beleid gaan bepalen op het gebied van de openbare ruimte. Mm-hmm. En wat lossen groenstroken en informatie aan inwoners op? Nou, het probleem in Almere is de slappe ondergrond. Die bestaat uit de oorspronkelijke zeekleibodem. En die klinkt in door wateronttrekking en door het gewicht van het pakket zand en de bestrating die daarop ligt. En in de oudere wijken, die verzakken, dat is overal te zien, pakt de gemeente dat aan door op te hogen met opnieuw zwaar zand en opnieuw weer zware bestrating. Daarmee versnelt de gemeente de bodemdaling alleen maar. Zodat er over een paar jaar weer opnieuw opgehoogd en herstraat moet worden. Het groen en de bomen die houden die verzakking enigszins tegen. Als je die dan ook nog weghaalt, dan versnel je de bodemdaling nog meer. De afgelopen jaren, kijk, het is een enorm probleem, die bodemdaling. Almere hoort met Noordoost-Groningen tot de snelst dalende gebieden van Nederland. In Oost-Groningen komt het door de aardbevingen, door de gaswinning en de aardbevingen die daar het gevolg van zijn. Maar in Almere komt het door het inklinken van de zeebodem. De huizen verzakken gelukkig niet, zoals in andere delen van West-Nederland, waar ook de huizen zakken. Hier is het alleen de bestrating die verzakt, de openbare ruimte. Die visie, openbare ruimte, is daar hoort ook de aanpak, een goede aanpak van de bodemdaling bij. Ja. U pleit ook voor maatwerk om die bodemdaling tegen te gaan. Wat bedoelt u daarmee? Is dat straat voor straat? Inderdaad, straat voor straat. In de wijken die de afgelopen jaren zijn aangepakt, zoals de Kruidenwijk, waar ik zelf woon, daar is die verzakking heel erg verschillend van straat tot straat. In sommige straten was de verzakking wel 60 centimeter, maar bij mij in de straat bijvoorbeeld maar 3 centimeter. Nou, 3 centimeter, dat zie je niet. Maar toch is mijn hele straat opgebroken en de bomen zijn allemaal gekapt om die straat vervolgens weer op te hogen en te herstraten met zwaar materieel. Ja. Dat versnelt alleen maar onnodig de bodemdaling. Dus maatwerk. Ja. Nou, in de regenboogbuurt, daar zijn ze er al mee bezig. Het is weliswaar een proef, maar hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, dat is heel erg positief. Het is heel duidelijk dat er in de regenboog de gemeente heeft geleerd van de blunders die in andere wijken zijn gemaakt, waaronder de Kruidenwijk. En dat is heel goed. Daar wordt maatwerk toegepast. Alleen verhogen waar het echt noodzakelijk is. En het areaal bestrating wordt daar zoveel mogelijk verminderd tot het minimum noodzakelijke. En er wordt gebruik gemaakt van open en lichte materialen om die bodemdaling te beperken. Ja. Lichte materialen moet je bij denken aan bijvoorbeeld graskeien, waar gaten in zitten, zodat het regenwater ongehinderd de bodem kan bereiken. En het is ook minder zwaar. En hoe denken eigenlijk de andere partijen over uw punten die als SP worden ingebracht? Nou, er zijn een heleboel moties ingediend. Die heb ik nog niet allemaal gelezen.
En ik neem aan dat de andere partijen daar ook wel deels in meegaan. Maar bij de eerste bespreking van dit onderwerp werd er een beetje lacherig gedaan over de inbreng van mij over de bodemdaling. De wethouder zei, u moet niet gaan lachen, maar wij zijn lid van het platform Slappe Bodem. En nou, niemand hoefde daarom te lachen. Maar het is gewoon een serieus probleem. Ja, nou, het is een serieus probleem. Donderdagavond dan dient u het amendement in. Hoe groot is dat de kans dat het wordt aangenomen? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Dat zullen we zien. In het verleden heeft de SP en ook bewonersorganisaties deze zaak ook wel aan de orde gesteld, zonder dat de raad daar naar heeft geluisterd. Er werd ook een beetje lacherig over gedaan. En wat betreft de betegeling van de tuinen wordt er altijd gezegd van ja, daar moet de gemeente uitblijven. Dat is de verantwoordelijkheid van de bewoners zelf. Dat moeten ze zelf maar weten. Wij vinden dat de gemeente niet mag bepalen hoe mensen hun tuinen inrichten. Maar de gemeente moet, en dat blijkt ook uit stadsconsultaties, dat de bevolking dat ook verwacht. De gemeente moet op zijn minst het goede voorbeeld geven. En ook, vinden wij, de bewoners waarschuwen voor de schadelijke gevolgen van het alsmaar weer betegelen van hun tuinen. En als die verzakt is, weer ophogen met de vaak nog zwaardere tegels. Okay. Waar je soms zelfs een tank op kunt parkeren. Ja. Donderdagavond, dan dient u het amendement in. We wensen u daar succes mee en we horen graag de uitslag. Eybert Draaisma, dank u wel.